Het station Gent-Sint-Pieters is ruim een eeuw oud. Het is vandaag het belangrijkste treinstation in Vlaanderen. Elke weekdag stappen hier 55.000 mensen op een trein. Het grootste deel hiervan komt per bus of tram naar het station. Velen fietsen er naartoe en een minderheid van de pendelaars neemt de auto. De komende jaren worden er een pak meer reizigers verwacht. Het is duidelijk dat het station en zijn omgeving moeten aangepast worden aan de 21ste eeuw. In 2007 is een ingrijpend bouwproject van start gegaan. Het project Gent-Sint-Pieters. Een samenwerking tussen de NMBS, Infrabel, De Lijn, het Vlaamse Gewest en de stad Gent. Gent-Sint-Pieters wordt een toegangspoort tot een moderne stad. Een mobiliteitsknooppunt waar trein, tram, bus, auto, fietsers en voetgangersverkeer naadloos op elkaar aansluiten. Wat verandert er aan het treinstation? Veel, maar niet alles. Het oorspronkelijke toegangsgebouw is namelijk een beschermd monument. De plafond- en muurschilderingen werden gerestaureerd en er kwam een nieuwe glazen luifel. Aan de platanen op het Koningin Maria Hendrikaplein wordt niet geraakt. Het is en blijft een beschermd stadsgezicht. De rest van het stationscomplex wordt zeer ingrijpend gemoderniseerd. Deze trein stopt in Merelbeke, Melle. Het nieuwe station wordt ruim, helder en comfortabel. De 12 perrons worden tot 4 meter breder en een stuk langer. Daarover komt een centrale overkapping die veel daglicht doorlaat. In 2020 werd het ontwerp van het station aangepast. De overkapping boven de perrons wordt onderhoudsvriendelijker en wordt uitgerust met zonnepanelen. Ook het aantal fietsenstallingen wordt uitgebreid. De luifels lopen verder uit over de perrons. Op elk perron komen er comfortabele wachtruimtes, zitbanken en windschermen. Alle perrons krijgen in de vloer een transparante lichtstraat. Zo valt het daglicht tot beneden in de open hal. Naast twee gewone trappen krijgt elk perron ook twee roltrappen en liften. Hierdoor wordt het station voor iedereen makkelijk toegankelijk. In die grote open ruimte onder de sporen stap je over van trein naar tram, naar bus, naar fiets, zonder gehinderd te worden. En langs de kortst mogelijke weg. Die open ruimte onder de sporen is 35.000 vierkante meter groot. Er is plek genoeg voor allerlei diensten, winkeltjes en horeca in een aangename en open sfeer. Door het optimaliseren en verminderen van het aantal wissels, door de aanleg van een derde en vierde spoor tussen Gent en Brugge en door een nieuw gebouwd spoorviaduct kunnen de treinen sneller binnen en buiten rijden. De metamorfose van het treinstation begon aan de zuidkant, aan de Sint-Denijslaan. Sporen en perrons worden één voor één afgebroken en weer opgebouwd. De nieuwe sporen en perrons worden gedragen door stalen zuilen. In weer en wind wordt gesloopt en gebouwd op een krappe ruimte, terwijl het station op volle capaciteit blijft draaien. De reizigers worden veilig langs tijdelijke doorgangen geloodst. Sporen 11 en 12 werden als eerste in gebruik genomen met de definitieve trappen, roltrappen en liften. De stationstoegang aan de Sint-Denijslaan heeft een gevel van glas en licht. Op het nieuwe plein, het Koningin Mathildeplein,
komt een S-vormig gebouw met een fietspunt, kantoren en appartementen. Gent-Sint-Pieters moet een draaischijf worden van openbaar vervoer. Daartoe worden trein, tram en busstation volledig geïntegreerd. Het busstation wordt in fasen gebouwd. De helft daarvan is al volop in gebruik, met 12 perrons, duidelijke perronaanduidingen en real-time informatieborden. Als het helemaal klaar is, zijn de 12 perrons dubbel zo lang en is er plaats voor 24 geleden bussen. Pas als het hele stationscomplex letterlijk op poten staat, kan het nieuwe tramstation aangelegd worden, diagonaal onder de treinsporen, met 12 haltes op 4 parallele sporen. Om tramlijn 1 in dienst te houden tijdens de gigantische stationswerken, werd eerst een tijdelijke tramtunnel gegraven en zijn er ook tijdelijke tramperrons onder de zijarm van de nieuwe kantoortoren. Zodra het nieuwe tramstation klaar is, kunnen de tijdelijke tramperrons weer worden afgebroken. De wand met foto's van kunstenaar Beat Streuli wordt de westelijke grens van het nieuwe station. Duizenden fietsen worden in de stationsomgeving gestald, meestal onder de blote hemel. Bij de start van het project werden 5.500 overdekte fietsenstallingen voorzien. Dit aantal is nu uitgebreid naar 17.000. Zowel aan de noord- als zuidkant van het station is een deel van de ondergrondse stalling in gebruik. Deze kunnen via 5 toegangen bereikt worden, verdeeld over 2 uitgestrekte fietsenparkings. Fietsers zullen de fietsenparking via zachte hellingen kunnen bereiken. Later komt hier een vlotte ondergrondse noord-zuidverbinding voor de voetgangers en fietsers. Onderweg kom je de trappen, liften en roltrappen tegen naar de tram- en treinperrons en je kan ook rechtstreeks naar het hart van het station. Ook hier brengt het daglicht een aangename sfeer tot op de min 1. Daar zorgt onder meer een hellende tuin voor op het Koningin Maria Hendrikaplein. Vroeger zochten autobestuurders elke dag een parkeerplaats in de omgeving van het station. Sinds eind 2010 kunnen zij hun auto kwijt in de ondergrondse stationsparking. Die biedt plaats aan 2750 wagens. Hij is bedoeld voor pendelaars, maar ook voor de toekomstige bewoners en de werknemers en bezoekers van de nieuwe kantoren en handelszaken. Ondertussen is er in de omliggende straten bewonersparkeren ingevoerd. Het parkeerregime is aangepast en daardoor is de omgeving aangenamer geworden voor de bestaande handelszaken en de bewoners. Een goede autobereikbaarheid is nochtans van belang voor de ontwikkeling van de hele buurt. Daarom werd een rechtstreekse verbindingsweg aangelegd tussen de ring rond Gent, R4, en het station. De Timicheg-tunnel voert je onder de sporen naar de parkeergarage. Die verbindingsweg is geen nieuwe corridor naar het hart van de stad. De woonwijken moeten immers leefbaar blijven. Als compensatie voor de nieuwe autoweg werd het natuurpark Overmeers opgewaardeerd en opengesteld voor het publiek. Het is een gebied van bijna 7 hectare groot, waarvan een deel is ingericht als educatief natuurgebied. Het gebied rond Gent-Sint-Pieters wordt een belangrijke groeipool voor wonen en werken, een gebied voor stadsverdichting. Een eerste deel van de Koningin Fabiola-laan is ondertussen heraangelegd, breder met een dubbele bomenrij. De Koningin Fabiola-laan wordt een deel van de groene as tussen Citadelpark en Blaarmeersen.
Langs de Koningin Fabiola-laan, van het station tot aan de Leie, ligt één langgerekte bouwzone van ongeveer 8 hectare groot. Die is in 3 stukken verdeeld. Een eerste stuk ligt op het dak van de ondergrondse stationsparking. Hierop komen kantoren en woningen, maar er is ook plaats voor handels-, sport- en vrije tijdsinfrastructuur. Het Vlaams Administratief Centrum, het VAC Virginie Loveling, is de eerste realisatie in dat verhaal. In haar 90 meter hoge kantoortoren nam de Vlaamse overheid zijn intrek. Verder naar de Leie toe ligt de nadruk meer op wonen in het groen. Er komen nieuwe pleinen, een park en tal van ontmoetingsplaatsen. Het hele project heeft een enorme impact op de omgeving. De mening van de omwonenden en de toekomstige gebruikers is belangrijk. Daarom is er geregeld overleg met de buurt en met andere geïnteresseerden. Er wordt gediscussieerd over mobiliteit, over de invulling van het openbaar domein en over de nieuwe projectontwikkeling. Dit gebeurt via een klankbordgroep, workshops, dialoogcafés en ook via sociale media. Tijdens deze ingrijpende werkzaamheden moet het station altijd bereikbaar blijven. Wij willen ervoor zorgen dat de informatie over die voortdurende veranderingen tijdig bij u geraakt. Met al uw opmerkingen en vragen kunt u terecht bij het infopunt Project Gent-Sint-Pieters.